Het is vandaag 13 juni. Overal in Nederland zijn er open asielzoekerscentrumsdagen, waarbij het COA de gelegenheid geeft om mensen kennis te laten nemen met zo'n asielzoekerscentrum. Er zijn rondleidingen, er worden producten gemaakt van de streek waar mensen vandaan komen. Ook hier in Overloon is het asielzoekerscentrum opengesteld. Waarbij wel de opmerking gemaakt moet worden dat gisteravond een van de bewoners verongelukt is. Dat natuurlijk een hele grote impact heeft op deze dag. En waar over met de bewoners gesproken is in de vorm van, zullen we dit wel door laten gaan of wat moeten we dan mee? En de bewoners hebben ervoor gekozen om het toch door te laten gaan, zij het in een aangepaste vorm. De vlaggen hangen halen stok en de sfeer is natuurlijk toch erg beïnvloed door dit trieste ongeval. Desondanks vonden de bewoners het belangrijk om het beeld van het asielzoekerscentrum te geven. En wij gaan voor u kijken. Gaat u met mij mee? Mevrouw, u bent hier aan de toetsinburgering bezig. Op bezoek binnen het asielzoekerscentrum in Overloon. Wat vindt u van de vragen die voor u staan? Ik vind ze heel moeilijk. Want ik weet niet of u nou terug kan gaan, maar ik kan er geen eenduidig antwoord op geven. Dus, maar lees eens voor wat de vraag is. Nou, hier, u zit met een collega op een terras en u ziet een tafeltje verderop twee mannen die elkaar strelen en zoenen. U stoort zich hieraan. Wat doet u? A. U blijft zitten en doet alsof u het niet erg vindt. B. U zegt nogal luidruchtig tegen uw collega wat u vindt van homoseksualiteit. C. U zegt tegen de mannen dat ze ergens anders moeten gaan zitten. Ja, wat zou u antwoorden daarop? Ja, ik denk dat ik A antwoord, maar ik zou B en C misschien... Ja, misschien zijn er mensen die dat ook doen. Ik sta hier bij Chokri en Sonja van Vluchtelingenwerk Nederland. Als jullie nou in het kort moeten vertellen wat jullie doen, kan dat? Kun je er iets over vertellen? Ja, zeker. Wij begeleiden asielzoekers in dit centrum. In hun, wij staan bij eigenlijk in juridische kwesties. Dus de begeleiding in juridische zaken eigenlijk. Zo moet je het zien. Ja, en dit is een landelijke organisatie die ook gewoon ingezet wordt in alle asielzoekerscentra? Ja, we zijn een landelijke organisatie, vrijwilligerorganisatie, die 80% vrijwilliger zijn. En we zijn overal te vinden, binnen centrale opvang als asielzoekers of decentrale opvang binnen gemeenten. Want je zegt vrijwilligers, dat betekent dat jullie niet betaald worden voor dit werk? 80% ik word van niet ons betaald. Niet. Nee. Je bent vrijwilliger, echte vrijwilliger. Ik ben vrijwilliger, want ik doe dit werk drie dagen in de week. Ja, ik ben wel beroepskracht. En wat is het verschil tussen een vrijwilliger en een beroepskracht? Qua werkzaamheden wat je doet? Beroepkrachten binnen vluchtelingenwerk zijn alleen coördinator van de locatie en administratieve medewerker of financiële administratie. En de rest zijn alleen maar vrijwilligers die eigenlijk juridische begeleiding doen met een juridische achtergrond meestal. Ja, binnen centrale opvang. Maar we hebben ook mensen die bijvoorbeeld in decentrale opvang binnen gemeente mensen begeleiden met uitkering, met toeslagen, met echt Nederlandse samenleving. En daar hoef je geen juridische achtergrond voor hebben. En Sonja, als jij nou zou moeten zeggen wat jij hier doet, waarvoor kunnen mensen jou benaderen hier in Overloon? Nou, we hebben 's ochtends altijd spreekuur van 10 tot 12 en dan kunnen mensen met wat eenvoudige vragen komen. Zoals? Hoe het staat bijvoorbeeld in een procedure als gezinshereniging. Mm-hmm. Dus dan zijn we op zoek naar familieleden en proberen we contacten te leggen. En te kijken of er een mogelijkheid is dat bijvoorbeeld een echtgenoot of echtgenote en kinderen hier naartoe komen. En 's middags hebben we een iets uitgebreidere spreekuur, dat is meer op afspraak. En dan behandelen we meer de wat uitgebreidere vragen. En dan fungeren wij eigenlijk een beetje als spin in het web tussen advocaat en IND. Dus dat is de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Daar houden we veel contacten mee en wij sturen bepaalde zaken dan aan, zeg maar. Ja. Nou is vandaag in alle asielzoekerscentrum is open dag. Vinden jullie het belangrijk dat de buitenwereld een beeld krijgt van wat er hier gebeurt? Ja, zeker. Weet je, als buitenwereld als geen kennis is over asielprocedure, hoe het gaat en hoe mensen hier zitten, hoe mensen hier komen, dan kun je ook zich niet voorstellen wat mensen meemaken. Dan
ik weet niet, de beeld is heel anders bij mensen buiten. Maar ik denk als ze zien hoe mensen hier zitten, hoe mensen hier leven en wat ze allemaal meemaken. Bijvoorbeeld als ik, als een ervarende of deskundige kan ik zeggen, omdat ik heb zelf de procedure meegemaakt, een vluchteling was. Je laat je land niet achter als je echt niet een probleem hebt. Je mist je land altijd en daar blijf je ook altijd aan verbonden. Maar als je ook hier komt, dan is het ook niet makkelijk om zich aan te passen in een land die taal heel anders is, die regels heel anders zijn, die omgeving heel anders is, onbekende omgeving, onbekende mensen. Dus er heeft altijd tijd nodig om zich aan te passen. En wij hopen dat met die open dag dat mensen meer respect en begrip voor te kunnen krijgen. Ja, want als je een beetje vraagt in de buurt, hè, bijvoorbeeld hier in Overloon, dan valt mij op, dan is dat toch niet zo'n heel positief beeld over de mensen die hier rondfietsen, die hier in de asielzoekerscentrum en die in het dorp zijn. Ervaren jullie dat ook? Ja, ik heb toevallig al wel vandaag wat kritische vragen moeten beantwoorden. Ik heb ook niet overal een antwoord op waarom dingen lopen zoals ze lopen. Ik weet wel dat heel veel mensen die hier zitten, die zijn wel getraumatiseerd. En die hebben wel het nodige meegemaakt, waardoor ze misschien bepaalde reacties vertonen die niet altijd wenselijk zijn in Nederland. Maar dat is heel moeilijk. Ja, ik heb daar ook ergens wel weer... als je er wat achter de verhalen duikt, dan krijg je wel meer begrip daarvoor. Ja, en daarom dus de open dag, dat in elk geval de omgeving ook wat meer te weten kan komen van wat er dan allemaal gebeurt en wat de achtergrond van deze mensen is. Ja, klopt helemaal. Ja, weet je, wat die mensen meemaken, ik kan zelf zeggen, omdat ik heb zelf meegemaakt, dat is niet voorstelbaar voor de Nederlandse mensen die altijd goed heeft gehad. Een veilige land, alles is goed geregeld. Je komt van een land die alles totaal heel anders is. Dus misschien van begin tot je zich aanpast aan die omgeving, verdraag jezelf ook. Net als je land. En dat komt heel anders over bij Nederlandse mensen. Misschien voor hier is heel onbekend en niet leuk ook misschien. Maar ja, dat kan zijn dat in hun land heel normaal is. Dus weet je, het is moeilijk om uit te leggen hoe het voelt en hoe dat is. Maar ik kan precies inkomen wat mensen voelen en waarom mensen dat doen. En ja, je hebt ook met mensen te maken die alles gemist hebben bijna. Hè? De heel veel ellende hebben meegemaakt. De hele leven hebben gemist. En tot je ook hier komt, je maakt van alles mee. Weet je, onderweg, elke dag horen wij dat heel veel mensen verdronken zijn onderweg. Dus je neemt risico op je leven en alles wat je hebt om een veiliger land terecht te komen. Ja. En ja, dat is heel normaal als ze traumatisch zijn. Dus ja. En daarmee wordt, want we maken weer even het overstapje naar vluchtelingenwerk, daarmee wordt jullie werk ook heel belangrijk. Je noemt het spinnenweb. Ander woord is vraagbaak of hulp. Mensen leiden naar allerlei procedures. Ja. Daarmee wordt jullie werk ook heel belangrijk. Ja, nou, het zijn vooral de juridische procedures dan. Kijk, vragen met betrekking tot huisvesting en dergelijke. Dat is meer bij de COA ligt dat. Hè? Dus het zijn vooral de procedures die wij hier oppakken. En dat kan uiteenlopen van terugkeergesprekken. De coaching daarin. Want dat gebeurt natuurlijk net zo goed. Hè? Dat mensen niet mogen blijven. En je hebt de begeleiding in de asielprocedure. En de gezinshereniging. En er zit ook nog een stukje bij. Het zoeken naar familieleden. Waarbij wij bijvoorbeeld het Rode Kruis kunnen inschakelen. Ja. Ja, dus heel belangrijk voor jullie zijn heel belangrijk voor de mensen die hier zijn. Ja. Weet je, als we binnenkomen met intake gaan we wel uitleggen dat wij onafhankelijke instantie zijn. Dat we zijn niet afhankelijk van COA, we hebben niks met politie te maken. We zijn hier alleen voor jullie. Dus meteen heb je een vertrouwenband. En soms zijn we hier, mensen komen net als een uitlaatplekje. Dat ze even hun verhaal kwijt kunnen. Even uit te huilen. Zonder dat er allerlei consequenties aan verbonden zijn. Zonder angst van het zijn ook procedures van iets anders. Die heel veel tijd in beslag kunnen nemen. Hè? Je hebt sommige procedures die wel een jaar kunnen duren. Dus mensen zitten hier in een jaar af te wachten in onzekerheid over hun toekomst. Hè? Kunnen ook eigenlijk helemaal niet verder. Afsluitend, dus jullie doen heel belangrijk werk. Daar wens ik jullie ook heel veel succes mee. En laten we hopen, het weer is nu weer goed, ja. Dat er heel veel mensen komen kijken en kennis kunnen nemen van alles wat jullie doen voor de asielzoekers. Dank jullie wel voor dit. Heel graag gedaan.
klaslokaaltje. En hier krijgen dus asielzoekers Nederlandse les. En wat deze jongen nu doet, is het andersom vertalen. Dus het Nederlands in het Arabisch vertalen. En deze mensen in de zaal proberen dat dan te doen. En dat levert hilarische situaties op. Onwaarschijnlijk 2:55. Makkelijk in het Nederlands, maar heel ingewikkeld in het Arabisch. Dit zijn de huishoudelijke regels ten aanzien van schoonmaak. Er staat dat je tussen 10 en 12 uur kun je de spulletjes komen halen om schoon te maken. Om 12:30 moet alles schoongemaakt zijn. En wordt het ook geïnspecteerd door de mensen van de COA. En als je niet poetst, dat is ook wel interessant, dan krijg je een officiële waarschuwing. En als je een tweede keer niet poetst, dan krijg je zelfs een boete van €12,95. Gerard Veuge, je staat aan een kraampje waar het gaat over vrijwilligers voor COA. Kun je iets vertellen waar jullie naar op zoek zijn? Wij zijn op zoek naar vooral mensen die zich in willen zetten voor kinderen. In de basisschoolleeftijd, maar ook voor kinderen die tot peuterspeelzaalleeftijd horen. Activiteiten met deze kinderen opzetten, vooral in de vrije tijd. Maar ook voor puberkinderen die naar de middelbare school gaan. We hebben heel veel behoefte aan mensen die alfabetisering lessen kunnen geven. Dat is vooral individueel begeleiden van mensen of in hele kleine groepjes. Daar hebben we heel veel mensen voor nodig, omdat die groep groeiende is. En daar bedoel je mee het eigen worden van Nederlandse taal? Begeleiden daarin? Het begeleiden bij Nederlandse taal, daar hebben we op dit moment voldoende vrijwilligers voor. Alfabetisering gaat daar aan vooraf. Dat zijn mensen die nooit onderwijs gehad hebben of alleen maar hun letterschrift kennen en ons westerse letterschrift nog moeten leren. Okay. Dus ja, dat soort mensen die hebben gewoon een stukje begeleiding nodig. En stel nou dat ik vrijwilliger wil worden, wat moet ik kunnen om dat te mogen doen? Nou, je moet sowieso affiniteit hebben met asielzoekers. Verder verwachten we dat je jezelf aan de gedragscode houdt. Die binnen onze organisatie gehanteerd wordt. Bijna elke organisatie die met mensen werkt heeft een gedragscode. Onze bewoners zitten in een bijzonder kwetsbare positie, waardoor we dat behoorlijk strak moeten houden. En vandaar dat wij vrijwilligers vragen om daaraan mee te doen. Een van de uitgangspunten is ook dat we in eerste instantie naar mensen zoeken boven de 21 die zelfstandig dingen op kunnen pakken en onder begeleiding van ons dingen weten te ontwikkelen en te dragen. Wij bieden daar tegenover een verzekering aan voor WA en andere schades. Wij bieden een stukje begeleiding daarbij en ja, wij proberen samen met de vrijwilligers dat binnen het kader van de asielopvang te houden. En is er genoeg aanbod, om het zo maar te zeggen? Zijn er genoeg mensen die dit willen doen? Of hebben jullie ook echt hele grote behoefte aan nieuwe vrijwilligers? Gelukkig valt me op dat er hier heel veel mensen vrijwilligerswerk willen doen voor de COA. Wij kunnen er nog heel veel gebruiken. De groep die zich aangemeld hebben om taallessen te geven, die
Dat zijn de meest enthousiaste mensen die ik tot op dit moment tegen ben gekomen. Die groep is zo expansief snel gegroeid dat we op dit moment hebben moeten zeggen stop. Even pas op de plek. Op die andere projecten moeten we eerst nog mensen hebben. Wij zoeken bijvoorbeeld ook iemand of meerdere mensen die een soort gastheerfunctie kunnen vervullen in de fietsenwerkplaats. Okay. Hoeft geen fietsenmaker te zijn, mag. Je kunt ook een opleiding krijgen in het maken van fietsen. Maar het gaat vooral erom dat Nederlanders daar hun neus laten zien en een stukje gezelligheid weten te ontwikkelen. En samen met de bewoners een plek creëren waar niet alleen fietsen gemaakt worden, maar waar men ook kan communiceren met elkaar en elkaar kan ontmoeten. Nou, ik zou zeggen, geef even aan waar mensen zich kunnen melden, want je hebt nu de kans om te werven. Ja, nou, je kunt sowieso naar het centrale telefoonnummer bellen hier op het asielzoekerscentrum. En ja, dat is? Ik zou zeggen, kijk even op www.coa.nl en zoek dan naar het centrum in Overloon. Daar staan alle contactgegevens. Het telefoonnummer staat daar, je kunt hierheen bellen. Vraag dan even naar Gerard Veugen. Dan krijg je mij aan de lijn. En als ik er niet ben, dan geven ze mij een berichtje door om terug te bellen. Je kunt ook e-mailen naar mij, Gerard Veugen, @coa.nl. En dan komt het helemaal goed. En dan ga ik contact opnemen en een afspraak maken, een intakegesprek. En dan gaan we vanzelf verder bouwen met elkaar. Nou, ik wens je veel succes met het werven van nieuwe vrijwilligers. Ja, dankjewel. Het is de moeite waard. We hebben hier 800 asielzoekers wonen hier op dit centrum. Een immens centrum. Heel veel asielzoekers die de moeite waard zijn om inzet op te plegen. Deze mensen zijn over het algemeen ook heel erg positief ingesteld en zijn heel erg blij als vrijwilligers hun komen helpen. Oké, dankjewel. Wat zien we hier? Nou, hier zie je dus een kamer voor 3 personen. Dat zou dus kunnen zijn 3 alleenstaanden. Of een familie van bestaande uit 3 personen. Want je zegt het zou kunnen zijn 3 alleenstaanden. Betekent dat 3 vreemde mensen bij elkaar op een kamer slapen? Ja? Zou kunnen slapen? Ja, dat klopt. Wat we proberen is zoveel mogelijk de taalgenoten bij elkaar te zetten. Als dat niet is, dan is dat niet zo. Ja, en ik zie 3 bedden en een tafeltje en een koelkast. En dan houdt het ook een beetje op. Ja, tv en hier om de hoek is een wastafel. Ja, want... En dat is de ruimte, ja. Ja, en dit is dan een basisvoorziening waar mensen komen als ze in dit asielzoekerscentrum opgenomen worden. Ja, in dit en andere AZC's hetzelfde. Ja. Dit is een tijdelijk gebouw wat hier neergezet is. Er zijn ook vaste gebouwen, daar ziet het hetzelfde uit? Nee, we hebben hier de indeling is afhankelijk van het gebouw zelf en dat varieert. In andere gebouwen hebben we daar eenpersoonskamers. Ja, dus dit is alleenstaande in. En dit is dus voor meestal families die we hier kunnen... Ik zag een doucheruimte, ook voor gezamenlijk gebruik. Ja, doucheruimte is gezamenlijk, toiletten zijn gezamenlijk en de keuken die hier aanwezig is. Ja, we zien een keuken met een aantal kooktoestellen. Je zou zeggen, lekker gezellig met z'n allen een grote maaltijd klaarmaken, maar dat is niet de bedoeling volgens mij. Ja, de bedoeling, mensen zijn hier vrij, bewoners noemen wij ze, om hoe ze willen koken. Als ze voor zichzelf koken, is dat prima. Zeggen ze misschien landgenoten, van dan zullen we samen koken, dan kan dat. Ja. Dus mensen zijn er vrij in. En de spulletjes moeten zij ook gewoon normaal in de winkel in het dorp gaan halen, die ze nodig hebben? Dus net als wij Nederlanders moet je dus in de supermarkt je boodschappen doen. Ja. En dat doen ze allemaal te voet of op de fiets volgens mij? Ja, de meeste met de fiets, want dan hoef je niet te slepen met die boodschappen. Met de voet kan natuurlijk ook. Ja, en dat dit van hier uit een kilometer of 4, denk ik, 3-4 kilometer toch, of niet? Ja, Stevensbeek is wat dichterbij. Maar daar hebben ze geen echt grote supermarkt. Ja, dan ben je weer wat duurder uit. Dus je moet toch zoeken waar je goedkoop je boodschappen kunt doen. Oké. En als je met zoveel mensen aan het werk bent, levert dat geen spanningen op? Maar goed, dit is een centrum voor 800 bewoners. Als je je voorstelt dat er hier 800 Nederlanders zouden zitten, ja, dan
veel mensen bij elkaar kan zich wat voordoen. Zeker misschien ook nog door een andere taal, misschien misverstanden, met elkaar niet goed begrijpt. Maar dat valt over het algemeen wel mee? Vind ik wel, ja. We hebben wel wat toestanden gehad in het begin. En op dit moment, we zitten al een jaar open, heeft zich dat een beetje gelegd. Robert Ploeg, je bent de woordvoerder van de COA. Jullie hebben vandaag 13 juni open dagen binnen de COA's. Waarom vinden jullie het belangrijk om de buitenwereld kennis te laten nemen van wat jullie allemaal doen? Een stukje onbekendheid wegnemen. Hè? Asielzoekers, mensen die op de vlucht zijn. We zien het dagelijks op het journaal, we lezen het dagelijks in de krant. En als het dan gaat om hoe worden deze mensen opgevangen in Nederland, dan merken wij dat er heel veel onbekendheid is. En die willen we graag wegnemen op zo'n dag. Het is een uitgelezen kans om gewoon eens rond te kijken en gewoon eens met je eigen ogen te zien dat het eigenlijk allemaal niet zo spannend is als de krant af en toe doet vermoeden. Ja, want je slaat de spijker een beetje op de kop. Als je kijkt naar het imago, dan zou je kunnen zeggen, dat is niet zo heel erg positief. Ja, nee, dat klopt. Dat is iets waar wij als organisatie die de opvang regelt, daar lopen wij tegenaan. En ja, je zou bijna kunnen zeggen een charme-offensief vandaag. Nou, dat is wat zwaar ingezet, maar we willen gewoon graag laten zien hoe wij de dingen doen. Hoe de mensen hier wonen, hoe de mensen zelf zijn. Zodat mensen gewoon, nogmaals, met eigen ogen dat kunnen ervaren. En de hoop is eigenlijk dat we dan het komende jaar, als er ergens een verjaardagsfeestje is en er komt weer iets geks omhoog over asielzoekers, dat mensen kunnen zeggen van, nou ja, maar dat valt best mee, want ik ben er zelf geweest en ik heb het gezien. Ja, los van het feit dat het best wel meevalt natuurlijk, heb je te maken met hoe mensen, en ja, het is toch een pilgebied hier, daarover denken. Hè? En er zijn allerlei beeldvormingen over mensen die hier in de vroegere gevangenis in Overloon zitten. Daar heb je mee te dealen. Ja, nee, absoluut. Overigens niet alleen hier in Overloon, maar we zien het in meerdere plekken in Nederland. Er komen ineens een paar honderd mensen bij jou in de buurt wonen. Dat is ook even schrikken. Dat is ook even denken van, goh, wat gaat er allemaal gebeuren? Wat betekent dat voor mij? Zeker in het begin, als zo'n locatie net open is, dan is het allemaal spannend en nieuw. En uiteindelijk na een maand of 3, 4, 5, dan heeft de omgeving door dat het allemaal reuze meevalt. Dat het gewoon mensen zijn die gewoon boodschappen doen, hun kinderen naar school brengen. Af en toe eens een uurtje op Skype zitten om met de familie te praten. Af en toe een uurtje in de zon zitten als het lekker weer is, maar ook gewoon op de kamer zitten om een boek te lezen. Het zijn net gewone mensen. Ja. Wat voor mensen komen hier? Van welke landen nemen jullie mensen hier op? Heel divers. Een gemiddeld AZC, wij zeggen wel eens, dat kent ongeveer 40 nationaliteiten. En dat is dus werkelijk over de hele wereld. Daarbij gezegd, op dit moment zo'n 60-70% van de mensen die wij opvangen komt uit Syrië. Grote groep ook uit Irak en Afghanistan. En ook nog een vrij grote groep uit Eritrea en Somalië. Dat zijn de 5 grootste groepen. Maar we hebben ook iemand uit Noord-Korea of iemand uit Zuid-Amerika of iemand uit de voormalige Sovjet-Unie. Het zit er allemaal tussen. En stel nou dat ik asielzoeker ben en ik word hier afgeleverd op een bepaalde dag. Wat gebeurt er met mij allemaal? Een asielzoeker, als hij zich in Nederland meldt, gaat hij eerst naar Ter Apel. Daar wordt hij gecheckt, medisch, maar ook zijn antecedenten worden daar voor een deel al gecheckt. Ik onderbreek jou, maar Ter Apel is een soort centraal punt in Nederland waar iedereen asielzoeker binnen kan. Dat heet ook het aanmeldcentrum. Dus waar je je ook meldt in Nederland en je vraagt asiel aan, dan word je eerst naar Ter Apel gebracht. Daar wordt gecheckt op TBC, op wat andere overdraagbare ziektes. Zodat we zeker weten dat er niet overal in Nederland ziektes uitbreken. Daar moet je gewoon heel goed op letten. Nou, datzelfde geldt ook de IND. Die voert daar zijn eerste gesprekken met de asielzoekers. Wij vangen de asielzoekers op, maar de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, kijkt of deze mensen ook in Nederland mogen blijven. Daar gaan wij namelijk als COA niet over. Vervolgens komen mensen na een x-aantal weken, gaan ze naar een regulier AZC. En wie bepaalt nou dat ik in Overloon terecht kom?
voor een groot deel puur toeval. We zullen uiteraard kijken. Kijk, als jij hier komt en jouw familie zit hier ook al in de opvang, dan zullen we uiteraard kijken of je op dezelfde locatie kan. Maar ja, het is ook gewoon soms een beetje schipperen met de ruimte die je hebt. Dus ja, een gezin van vier, als we toevallig in Dronten een kamer voor vier hebben, ja, dan gaat het gezin naar Dronten. Maar als we een kamer voor vier in Overloon hebben, dan zou het gezin naar Overloon gaan. Zo simpel zit het soms in elkaar. Oké, ik ben met mijn gezin hier terechtgekomen. Wat dan? Je komt hier aan, dan krijg je eerst keurig een welkom. Hallo, welkom in Overloon, welkom op deze locatie. We leggen een beetje uit wat de huisregels zijn. Rustig blijven, geen overdreven lawaai maken, respect voor je buren hebben. Dezelfde regels die voor alle mensen in Nederland gelden, die worden deze mensen ook uitgelegd. Zij moeten ook de huisregels ondertekenen, dus we kunnen ze er ook aan houden. Nou, dan worden ze vervolgens ook, krijgen ze een sleutel. Dan worden ze naar de kamer gebracht en dan is het aan hun om eens eventjes tot rust te komen. De spulletjes uit te pakken, even de kamer op je in laten werken, is rustig een eerste pas op het complex lopen, is kijken wie je buren zijn, wat er nog meer te doen valt. En zo langzamerhand ga je ook eens kijken waar is de supermarkt. Want dat is ook belangrijk, want vanavond moet er gegeten worden. Nou ja, en dan ga je boodschappen doen. En dan ga je eten koken. En dan ga je je kinderen inschrijven voor school. En dan gaat het leven op zich door. Nou hoor ik ook wel eens mensen die zeggen van ja, die asielzoekers die zitten daar de hele dag maar op dat asielzoekerscentrum. Hebben niks te doen, vervelen zich. Hoe is dat? Voor een deel. Mensen die bij ons wonen, asielzoekers, zijn in principe wel zelfstandige mensen. Zijn ook zelf verantwoordelijk voor hun leven. Net zo goed als dat overal in Nederland geldt. Wij zijn geen animatieteam wat op de camping van 8 tot 6 de mensen aan de hand meeneemt en allerlei leuke spelletjes de hele dag gaat doen. Zo zit het leven ook ergens anders niet in elkaar. Wij faciliteren wel een aantal zaken. Dus mensen kunnen bij ons Nederlandse taal volgen. Ze kunnen wat kennis Nederlandse samenleving krijgen. Maar tegelijkertijd, natuurlijk zullen mensen ook wel eens een paar uur per dag niks doen. Maar wat ik net al schetste, er moeten gewoon boodschappen gedaan worden. Het eten moet gewoon klaargemaakt worden 3 keer per dag. Kinderen moeten naar bed worden gebracht. Je zit een uurtje te skypen. Je leest een boek. Je hebt een afspraak met de advocaat. Stel dat mensen naar de IND moeten voor een afspraak. Dat is vaak op een andere locatie, ergens anders in Nederland. In dit geval vaak Den Bosch. Nou, dan ben je zomaar weer een hele dag onderweg. Want dat moeten ze zelf doen. Wij regelen niet dat vervoer. Dus ze moeten met het openbaar vervoer daar naartoe. Dus dan ben je zomaar een dag onderweg. Ja. En kun je iets zeggen over de gemiddelde verblijfsduur van de mensen die hier opgenomen worden? Officieel zou het binnen 6 maanden geregeld moeten zijn. Dan zou iemand moeten weten of die mag blijven en ook moeten zijn doorverhuisd naar een reguliere woning. Op dit moment, omdat ja, er veel mensen zijn die asiel aanvragen en ook veel mensen die een asielvergunning krijgen, loopt dat proces wat vertraging op. We zitten op dit moment, we zeggen tegen de meeste bewoners, het zal ongeveer 1 jaar tot 1,5 jaar duren voordat je vanaf een centrum naar een reguliere woning in Nederland kan. Ja, want dat is dan het vervolg. Of je verzoek wordt afgewezen en dan moet je als het ware terug naar het land van herkomst. Of je krijgt een tijdelijke vergunning. En dan mag je naar een, of kun je naar een reguliere verblijfsplaats gaan in Nederland? Op het moment dat een verblijfsvergunning wordt afgegeven, dan heb je een vergunning voor 5 jaar om in Nederland te blijven. Op dat moment zullen wij als COA de persoon proberen te koppelen aan een gemeente ergens in Nederland. Nou, dat is ook weer heel praktisch ingestoken. Dus we kijken gewoon welke gemeente heeft op welk moment precies de goede geschikte ruimte voor die familie of persoon. Hè. Soms heb je een alleenstaande, ja, die kan je niet in een 4-persoonshuis zetten. En omgekeerd. Nou ja, dat hele praktische, dat moeten we uitvinden. Op het moment dat dan iemand gekoppeld wordt aan een gemeente, dan wordt er een huurcontract getekend en dan gaat zo'n iemand naar de gemeente en dan gaat hij daar zijn leven opbouwen. En nemen jullie afscheid? Ja,
Wij vangen de mensen op zolang ze in de asielprocedure zitten. En op het moment dat ze ergens in Nederland een huisje kunnen betrekken, dan houdt ons werk op dat moment op. Gelukkig hebben we dan onze partner Vluchtelingenwerk Nederland, waarmee we deze open dag samen organiseren. En die pakken dat laatste stukje, dat als iemand in een gemeente terechtkomt. Je moet je voorstellen, je bent helemaal nieuw in Nederland. Alles is nieuw. Dus ook in zo'n gemeente. Stel je voor dat je zomaar in een dorp wordt gegooid en er wordt gezegd van nou, zoek het maar uit. Dus gelukkig Vluchtelingenwerk, die pakt dan ook daar nog een stukje op om de mensen toch nog een beetje te begeleiden naar een zachte landing, zoals je dat dan netjes noemt. Nog even iets over het verblijf hier. Jullie hebben te maken met mensen van heel veel verschillende landen. Even zo draaien, want het gaat heel ruim naar de kant op. En dan kunnen we ergens de nee voor staan. Ja? Oké. Is dit goed? Zijn jullie klaar met de achtergrond? Ja. Nog even over het verblijf hier. Jullie hebben te maken met mensen van heel veel verschillende landen. Die allemaal hun eigen gewoontes hebben. Gaat dat? Levert dat spanning op? Vertel eens, hoe zit dat? Ik denk persoonlijk dat het bewonderenswaardig goed gaat. En natuurlijk zijn er ook wel eens spanningen. Maar als wij het over incidenten hebben bij ons op de locaties, dan is dat, nou, ik zou bijna zeggen 10 van de 10 keer een simpele burenruzie. Ik vind jou niet aardig, jij vindt mij niet aardig. We komen elkaar 10 keer per dag tegen en zit echt wel een dag bij dat ik slecht geslapen heb en jij ook slecht geslapen hebt. En dan kan het wel eens barsten. Nou, dat gebeurt bij ons ook wel eens. Gelukkig hebben wij dan medewerkers op het terrein rondlopen die allemaal getraind zijn in conflictbeheersing. Dus we kunnen snel ingrijpen. Ja, het gebeurt, maar tegelijkertijd in de kern verschillen mensen niet zoveel. Mensen willen gewoon lekker rustig wonen, een beetje eten koken, zien dat de kinderen naar school gaan, dat er een toekomst zit in het leven. Ja. Een beetje afrondend. Deze open dag in Overloon staat ook wat in een trieste teken. Gisteravond is een van de bewoners hier verdronken in het schaatsen. Dat had er bijna toe geleid dat deze dag niet door was gegaan. Er is toch gekozen om het door te laten gaan. Ik begrijp een overleg met de bewoners. Kun je daar nog iets van vertellen? Ja, heel triest, een ongeluk. Deze jongen is gaan zwemmen gisteren. Natuurlijk hartstikke mooi weer. Is hier in de buurt in een natuurplas verdronken, helaas. Ja, dat zoiets. Het is toch een woongemeenschap van een paar honderd mensen die soms kan dicht op elkaar zitten leiden tot incidenten, maar het zorgt ook voor een saamhorigheid. Mm-hmm. Dus zoiets hakt erin in zo'n gemeenschap, ook bij de medewerkers. Dus ja, de eerste reactie is van stoppen met die open dag. Tegelijkertijd, ja, hoe triest het ook is, het leven gaat ook door. Mm. Dus we hebben in goed overleg met de bewoners hebben we afgesproken, de open dag gaat door. We besteden er wel aandacht aan. De vlaggen half stok, we hebben een condoleancekamer ingericht. We houden er ook rekening mee. We hebben ook voor de mensen die er direct bij betrokken zijn, slachtofferhulp. En die houden we ook vandaag een beetje buiten het gewoel. Maar ja, het leven gaat wel door. Ja. Ja. Hoe hard ook. Zo hard is het leven dan. Ja. Oké. Okay. Als je de mensen van de van deze omgeving iets zou willen meegeven over dit centrum. Wat zou je hen dan willen vertellen? Nou, ik zeg wel eens gekscherend, en zeker met al die nieuwe vestigingen die wij openen in het land. Het is allemaal niet zo spannend. Het zijn net gewone mensen. En daar zou ik het graag bij willen laten, want zo zit het. Nou, we zijn aangekomen aan het einde van ons rondje door het asielzoekerscentrum. Hoe is jouw indruk? Zijn er veel mensen geweest? Ja, het is heel druk. Ondanks het slechte weer vanochtend is het vanaf 10:30 al echt dat er dat blijft binnenkomen. En nu het zonnetje schijnt helemaal, mensen op de fiets die nog binnenkomen. Een schatting heb ik net even ook doorgegeven aan onze communicatieadviseur van 1700, 2000 mensen misschien wel die hier zijn komen kijken. Dus daar zijn we wel heel blij mee. Want je zou kunnen zeggen, de omgeving wil weten wat er hier allemaal gebeurt.
Ja, en terecht natuurlijk. Daarom is ook zo'n open dag om hier te laten zien wat wij voor de mensen kunnen betekenen. Ja, nou dat is mooi. We hebben een inkijkje kunnen hebben vandaag. We hebben mensen mogen spreken. Hartstikke goed. Dankjewel dat we hier mogen zijn en we komen graag nog een keer terug. Nou, heel graag gedaan. Jullie zijn altijd welkom. Dankjewel. Graag gedaan.